Welkom bij een nieuwe aflevering van Boerenbusiness TV. Melk betekent geld verdienen, maar betekent meer melk ook meer geld verdienen? Op die vraag zochten vier studenten van CH Filentum uit Dronten het antwoord. En vandaag is bij ons de gast Jan de Haan en hij praat ons bij over de rekentool drie keer daags melken. Goedendag meneer de Haan. Goedendag. Eerst even, met wie hebben jullie deze rekentool samen ontwikkeld? Nou, deze hebben we samen met Christian Groendijk, Ginette Schultz en Aline Jochemsen ontwikkeld. Ja, en hoe zijn jullie op het idee gekomen? Ja, we moesten voor school een opdracht maken voor een rekentool en concept gemaakt. En elk groepslid moest een concept maken voor een rekentool. Die werd opgestuurd naar Kees Maas. Die heeft beoordeeld welke was goed, welke was er al. En zo zijn we uitgekomen op drie keer daags melken. Ja, en je hebt thuis ook een melkveebedrijf. Hoe past dit in het eigen melkveebedrijf? Nou, wij zitten er zelf ook wel aan te denken om drie keer daags te gaan melken. Alleen de capaciteit van onze melkstal die is niet goed genoeg voor drie keer daags te melken. Dan staan de koeien langer te wachten op het melken dan dat ze staan te vreten of dat ze liggen. Dus dan, voor ons kan het op dit moment nog niet uit. En even voor de duivel, wat voor melkstal hebben we het dan over? Over een 2x5 visgraad. Ja, en jullie hebben een hele diverse groep, want een van groepslid van jullie die melkt ook nog met een melkrobot. En als je dan naar die melkrobot kijkt, hoeveel daags melken kom je dan al uit? Nou, het groepslid dat zit op 2,7 en dat is vrij gemiddeld genomen. Ja. Dus als je kijkt naar het natuurlijk gedrag van de koe, dan zou drie keer daags melk eigenlijk heel goed passen binnen het ritme. In principe wel, ja. Alleen het natuurlijke gedrag bij een robot is wel beter dan bij een melkstal, omdat de koe dan zelf kan kiezen wanneer die gemolken wil worden. Ja. Wat ontdekt u met de ontwikkeling van de rekentool? Is het belangrijkste, het grootste knelpunt eigenlijk? Het grootste knelpunt is vooral de arbeid. Als je geen vreemde arbeid wilt, dan moet je het zelf gaan doen. Ja, en dan wordt het privéleven, dat komt dan in het geding. Dus, ja. Ja, en wanneer zou het dan wel lonend zijn om drie keer daags te gaan melken? Vooral met de hoogproductieve koeien, dan is er meer winst te behalen. Dus meer winst. En doordat je alleen de hoogproductieve koeien melkt, is de melktijd wat korter. En zo hoef je, als je arbeid hebt, minder arbeid te betalen. Ja. En minder mastitis ook? Of? Dat, minder mastitis is van wat wij hebben gehoord wel het geval. Minder uierontsteking, doordat de koeien minder de melk uitliggen. Ja. Ja, toch wel grote voordeel als je het hoort. Hoogproductieve drie keer daags melken, minder mastitis. Ja. En het onderwerp waar je niet omheen kunt in deze tijd, fosfaatefficiëntie. Fosfaatefficiëntie, ja klopt. Een koe neemt voor onderhoud neemt hij ook fosfaat, scheidt hij ook fosfaat uit. En door meer te gaan melken, melk je in principe efficiënter. En scheidt hij vergeleken met een koe erbij minder fosfaat uit. Ja, dan denk je van waarom gaan we dan niet allemaal drie keer per daags melken? Maar dan is het toch een kostenplaatje nog. Ja, het kostenplaatje. Zoals met deze tijd, dan zou het voor ons met de nieuwe melkstal ook niet uit kunnen. Omdat de melkprijs gewoon te laag is ten opzichte van de kosten. Ja. Ja, en dan nog even een nieuwsgierigheidje. Maar kun je weidegang dan nog wel toepassen met drie keer daags melken? Ja, wij denken van wel. Als je tussen de twee melkbeurten door de koeien naar buiten laat, dan is er sowieso nog wel 6 uur te halen. Ja. Bent u nou ook nieuwsgierig geworden of drie keer daags melken voor uw bedrijf succesvol kan zijn? Kijk dan bij ons op de website boerenbusiness.nl voor de rekentool en vul hem zelf ook nog even in. In dit geval hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.